Walter. Zie wil je graag mee? Ja. Zijn jullie er klaar voor? En we gaan met deze... Goed. Dag, gaan we dit doen, jongens? Zullen we tot straks, auto? Waar jullie vanaf zijn geweest? Ik zie nog genoeg sneeuw. Het is een grote bui. Ik heb een avontuur. Moeten we vanuit. Wauw. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn lekker op wintersport bij Landal Winterberg. Ja. En vandaag heeft het gesneeuwd. Ja, het heeft echt gesneeuwd. Luan en Lucilla zijn gisteren van de grote piste geweest. Met Lester, de skileraar, die zelf kampioen is. Dus hij heeft ons heel erg goed geholpen gisteren op de grote piste. En nu durven ze alles. Ja. Nu durven ze zelfs een looping door de lucht, hè Lu? Nou, een looping nou, dat is dat was een grapje. Vandaag hebben we weer met Lester afgesproken en gaan we weer de piste op om te kijken of we weer een andere piste kunnen pakken. Ik samen met de kinderen. Daniel blijft er weer bij Luxie. Maar vanochtend wilde papa broodjes halen. Even met de auto heen en weer rijden. Dan moeten we best wel een bergje naar beneden. Nee. Maar papa die berichtte net van... Oh jee, ik heb geen sneeuwkettingen en ik sta vast. Dus papa staat met de auto vast op weg naar de broodjes. Dus hij heeft nu sneeuwkettingen gekregen. En die gaat hij nu om de auto doen. Maar wat is sneeuwkettingen? Dat je auto om de wielen, ketting om de wielen doet. Zodat je niet uitglijdt in de sneeuw. Want zo'n band is heel glad. Dus als je dan wil rijden, dan glijdt hij uit. Ja. En ik zal het jullie even laten zien hoe het er nu buiten uitziet. Want toen wij vanochtend wakker werden, toen hadden we echt zoiets van... Wauw! Wat een mooie witte wereld. Ik weet niet of jullie de vorige vlogs hebben gezien. Maar de sneeuw was ineens was de sneeuw helemaal weg. Leek het wel alsof het een soort van voorjaar werd. Maar kijk, dit is het zicht van vanochtend. Alles is helemaal onder de sneeuw. Mooie Luxie. Hey, gaan we weer een sneeuw spelen vandaag? Ga je weer sneeuwpop maken? Jij met papa spelen, hè? Daniel die staat echt flink vast in de sneeuw. Dus we hebben hier maar even wat crackertjes gegeten. En hij zei van ja, de sneeuwkettingen die passen er niet op. De monteurs van Landal konden het ook niet doen. En nu is notabene ook nog eens de accu leeg van de auto. Dus nu doet de accu het ook niet. Dus, wat is het schatje? Wil je een crackertje nog? Oké, wat nu dus het plan is. Ik heb de kinderen lekker aangekleed in de skipakjes. En hier ergens een buurman in de buurt die zei, ik breng jullie wel heel eventjes naar de piste. En dan kunnen jullie alsnog gaan skiën. Ik weet niet of we het gaan redden, want het is inmiddels al bijna 9 uur. We hadden 9 uur afgesproken. Ik weet niet precies waar Daniel is, maar dat gaan we zo meteen wel zien. De kinderen zijn ingepakt en wel. Ik ben ingepakt en wel. En we zijn in principe klaar om te skiën. We weten alleen even niet hoe we naar de skibaan komen. Oh ja, we zijn de handschoenen kwijt. Dus we moeten even de handschoenen zoeken. Zo, nou vaar naar Autopech. Samen. Heb ik gelukkig hulp van buurman Berman. Ja. Van buurman Bernhard en de landbouwmonteur. Ik ga met Luxie de auto maken. En jullie, ja, gaan naar de skischool. Nou, Lilzinne, veel plezier, hè? Ja, een hele goede morgen ook namens mij. Ik ben hier dus nu al een uurtje buiten. Ik wou even warme broodjes ophalen, Luxie. Maar toen moest ik de sneeuwketting, ja, maar komt. De sneeuwketting erom doen. Heb ik een half uur liggen sleutelen. En toen ik dat voor elkaar had met hopelijk hulp van de buurman die nu varen aan de kinkjes brengt, is de accu dood. Dus ja, nou, spannend. Ik blijf hier met Luxie en de landbouwmonteur. De auto maken. Kijk, hier heb ik een uurtje geparkeerd. En gaan we even alles fixen. Nou, en daar gaat varen. Uiteindelijk hebben we het allemaal gered. Heeft de lieve buurman ons gebracht hier naar de piste. En is hier Lester weer. Goedemorgen. Daar gaan we weer, jongens. Kijk, en het heeft heel mooi gesneeuwd. Dus alles is weer helemaal mooi wit. Ja. En we gaan weer met z'n allen de bergen in. Nou, we staan weer onder de skilift. En we gaan weer en die lift hier naar boven. Zo, Luxie, maar je zit even in de auto om te warmen.
papa heeft het een beetje koud gekregen omdat ik een 3 kwartier onder de auto heb geprobeerd die sneeuwkettingen te doen. En toen dat gelukkig met hulp van buurman Bernhard lukte, toen was de accu leeg. Mama! Ja. Dus daar is de landbouwmonteur van Bollo geweest en die heeft de accu weer een quickstart gegeven. Mama. En wordt mama met Luan en Lucilla nu afgezet voor de skiles. Ja. Die gaat nu nog weer een uurtje skiën met dezelfde skileraar van gisteren. En dan gaan wij de auto even maken met buurman Bernhard. Hè? Maar ik vind het wel spannend met sneeuwkettingen. We wouden de mijnen gaan bezichtigen vandaag. Mm-hmm. Maar vind ik toch een beetje eng, hè? Ja, toch een beetje eng. Dus we blijven veilig hier. Nee. Ja, dan is het veilig. Mama, kom zo. Oh, mama is hier. Mama is hier. Mama en papa zijn hier. Altijd samen. Nou, wij gaan de auto fixen. Ja, doeg, tot zo. Je merkt dat er weer verse sneeuw is gevallen, hoor je dat? Ja. Het kraakt op de platten. Ja. We gaan het gewoon doen, hè? Oh, zoals gisteren. Langs de oliebakjes zo maken. Dat is zo met gisteren. De eerste keer gingen, hè? Ja. Maak maar bochtjes. De bochtjes. Flinkerende bochtjes, Johan. Nee, maar links. Johan, bochtje. Van hem. Maar ik ga met jullie weer de berg op, goed? Ja. Oké. Okay. Luxie, wil jij graag mee? Ja. Ja, jij wil graag mee? Ja. Ja, hey, schat. Nee. Als de auto zo gemaakt is, gaan wij sleeën. Goed? Ja. Nee. En de slee? Ze wil mee skiën. Jij wil ook al mee skiën. Dat is een goed teken. Nou, wij zitten weer in de lift, Luan. Ja. Wij op naar de top. Gaat hij goed, Sil? Ja. Ja, onze skibrillen op. Het sneeuwt wel. Kijk, gaan we naar boven toe. Ik zit hier in de auto, al een klein stukje verder. En net werden we gebeld door Landal. Die zei, als jullie nog even wachten, komt er zo een tractor zout strooien.
En dan worden de wegen hopelijk weer helemaal sneeuwvrij. Want ik moet zeggen, met die sneeuwkettingen kan ik wel rijden. Maar vind ik het wel heel erg spannend. En laat ik de auto ook liever hier gewoon op de plek staan. Dat dat veilig is en blijft wel. Lixie zit hier nu met de radio DJ te spelen. En hopelijk op de trekker met het stooigoud. Zout gauw. Kijk, daar gaan mama Luan en Lucilla vanaf. We kunnen niet wachten dat we mee kunnen, Lux. Kijk, daar zijn de skipistes. Wauw, wauw, wauw. Ja, wij spelen hier nog even in die auto door. Totdat de Landau Bollo Tractor zout komt strooien. Zeg dat straks. Dag, dag mama, dag Luan en Lucilla. Veel plezier met skiën. Nog eventjes en dan kunnen wij mee. Oh, nou, Michel, dan gaan we weer, hè? Weer naar boven. Ja. Yeah. Doe je ook weer naar boven, hè? Ja. En dan gaan mama voor, jij mij achterna. Ja. Oké. Okay. Michel wil ook helemaal alleen. Nee, een beetje. Een beetje, heel goed, schatje. Dan gaan we daar weer zo naar beneden, hè? Langs een goed baantje. Wil Lucilla, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan gaan jullie mama achterna. Ja? Oké. Okay. Zie je maar, Luxie. Geduld of wachten. En een schietgebedje is altijd het beste om te doen. Gaan we nog een keer naar boven? Ja. Ja? Jij nog een keer naar boven? De auto heeft nu een uurtje gedraaid met de motor aan. Dus ik hoop eigenlijk dat de accu nu weer opgeladen is. Maar het is wel spannend. Als we hem uitdoen, hebben we kans dat hij niet meer start. Maar zullen we even kijken of dat lukt? Gaan we. In 1, 2, 3. Aan. 1, 2. Oh, yes, de accu is opgeladen. Gaan wij naar ons huis toe met Woezel en Pip spelen? Nee. In een achtertuintje? Ja, en even met de drone vliegen. Laten we de auto hier veilig staan. Ja. Ja, op naar Woezel en Pip. We zijn weer boven aangekomen op de berg. We hebben een oefening net de hele tijd gedaan. Maar om nou weer naar ons huisje te komen, zijn we van de rode piste naar boven gegaan. En aan de andere kant van de berg naar beneden gegaan. Normaal gesproken reden we met de auto om de berg om hier te gaan oefenen. Maar nu hebben we dus de rode piste naar boven gedaan. Kortom, om weer terug te komen naar ons huisje, moet ik met de kinderen van de rode piste om weer bij ons huisje te komen. Gaan we dit doen, jongens? Gaan we van de rode piste? Vind je het ook leuk om van de rode piste te gaan? Deze is de rode piste. Nee, dat is niet daar. We gaan zo meteen daar weer naar beneden toe. Goed? Zijn we er klaar voor? Ja. Wordt wel heel spannend hoor, dit met de kinderen van de rode piste. Maar we doen het gewoon rustig aan. Lucilla tussen mijn benen, Luan achter mij. En dan zijn we zo beneden, jongens. Goed? Komt helemaal goed. Nou, de auto laten we hier bij huisje nummer 14 staan. En Luxie, zeg maar dag lieve auto, we halen jou straks op. Als de wegen weer in ieder geval helemaal sneeuwvrij zijn. En dan gaan wij lekker nu met de slee naar ons huisje bij Woezel en Pip. Zeg maar tot straks, auto. Ja. Ja, doei. Doei.
sindsdien zijn we weer veilig thuis. Bij Boezel en Pip. Fijn hè, hier in ons warme huisje. Hé, we gaan dus even zo meteen met de drone even proberen een mooi beeldje te maken. Van deze witte wereld in onze achtertuin. Kunnen Boezel en Pip nog even spelen in de sneeuw aan het lijntje. Zullen we dat gaan doen? Dat is wel leuk hè? Ja. Zo, nou we hebben dit gered. Met z'n drieën van de rode piste om thuis te komen. Alleen nu hebben we één probleem. Mijn batterij is leeg. Dus we hebben bij de receptie eventjes de spullen gelaten. Papa nam niet op bij de receptie. Dus we gaan zo lopen naar boven. En dan gaan we kijken of papa thuis is, hè? Hey, Luan en Lucilla, hebben jullie gezien waar jullie vanaf zijn geweest? Ja. Daar, van die piste. Nee, schatje, van die. Die piste, daar zijn jullie vanaf geweest. Ja. Goed, hè? Ja. Heel trots op jullie hoor, dat jullie dat hebben gedurfd. Nou, nu gaan we op naar ons huisje in de hoop dat papa thuis is met Luxie. En dat we weer gerenigd zijn met z'n allen. En we lopen nu door het supermooie sneeuwgebergte op weg naar ons gezellige knushuisje. Zo, Luxie. Nou, we gaan eerst eventjes bijkomen. Luxie heeft een lekker kikkertje. Ik heb hier een lekker warm kopje thee. En een flesje ijswater. En we kijken even naar de vlog van gisteren. Ja, daar zie je mama, die wil een cellen. Op skidus, hè. Even, dan kunnen wij mee, schatje. Nou, wij warmen eerst even op en dan gaan we buiten met Boezel en Pip spelen met de drank. Zo, nou Luxie, nou dat drone, heb jij je vertrek gekregen? Ze heeft heel verstandig zelf een biscuitje gepakt. Goed zo, lekker biscuitje. Gaan we nu nog even spelen met het Boezel en Pip in de sneeuw? Hé, de troon die was papa bijna verloren met de bergwind. Zag je dat? Ja, papa verloor hem zo. Hij stuurde zo in één keer door de wind in de boom. Deze propeller is nu gesneuveld door die boomcrash die jullie net hebben gezien. En deze, maar ik heb gelukkig reservepropellers. Tja, die bergwind. Kan ik hem niet zo goed besturen? Hier, grote snel. Genoeg sneeuw voor de sneeuwpop. Ja, de sneeuwpop gaat heel groot worden hoor. Kom je papa dan helpen, Luxie? We hebben het onderlijfje nu bijna klaar. Het gaat heel mooi worden, Lux. Het gaat heel mooi worden. Ah, die boezel wordt helemaal dol, boezel. We zijn aangekomen waar ons huisje is. Maar we moeten eerst hier de berg naar beneden. Hé, hey, papa! Hé! Hey. Papa is sneeuwpoppen maken met Luxie. Kom, gaan we kijken. Waar is papa? In de witte sneeuw. Hé, hey, Boezelpipje. Hé. Hey. Wauw. Luxie, heb jij een sneeuwpop gemaakt? Oh, mijn papa. Echt waar? Wauw. Zo, wat mooi. Er moet een hoofd op en een armpje en een bord. Super cool, dat wordt een hele grote sneeuwpop. Ja, ik heb die ook aan zijn. Oh, hallo. Boezelpipje. Hallo, Boezelpipje. Hallo. Het is een grote buis. Papa heeft alles geprobeerd te laten staan. Dus ik dacht, nou, dan gaan wij maar een sneeuwpop maken. Ik heb een sneeuwpop gemaakt. Kijk, hier aan het staan. Ja, dat is een paar. We gaan eerst naar binnen.
Leuk man. Genieten, hè? We zijn er weer. Wat een avontuur. We zijn van de Rode Piste geweest. Was het leuk? Met de kinderen. Ben zo benieuwd. Ik ben alleen met de kinderen van de Rode Piste geweest. Wow. We moesten van de Rode Piste. Je moest weer terug. Weet je waarom wij van de Rode Piste moesten? Ja, anders kon je niet terug. Anders komen we niet meer terug. En waar staan je skisubelletjes dan? Ja, die heb ik dus bij de receptie gelegd. En mijn telefoon is uit, dus ik kon jou niet bellen. En ik heb bij de receptie heb ik jou 2 keer gebeld, maar je nam niet op. Nee, ik ben druk met de sneeuwpop bezig. Ik ben met de sneeuwpop bezig. Nou, gelukkig. De auto staat bij huisje nummer 14. Die laten staan totdat de wegen sneeuwvrij zijn. Oh. En nu lekker opwarmen in het huisje. Lekker huisje. Zo, wij zijn weer lekker binnen. Luxie ook weer uit. En Lucilla die wil gewoon niet naar binnen. Want ze wil met papa verder de sneeuwpop afmaken. Dus kijk. Ja. Jullie gaan nog even de sneeuwpop afmaken. Hè? Even een hoofdje maken. Nog een hoofdje. Ja, dan is wel zo handig. Papa. Ja, papa dat maken. Hé, de sneeuwpop. Ja, leuk hè, Luxie. Dat ziet er echt super grappig uit. Een sneeuwmatje. In plaats van een grasmatje. Ja. Zo. Het is wel een heel groot hoofd. Zo jongens, wat was dat vanochtend weer een avontuur. Eerste auto van Daniel die het begaf. Die vast kwam te staan. De accu leeg. Dat we niet op tijd kwamen voor de afspraak die we hadden met Lester. Lester is de skileraar die kampioen is. En die gisteren ons heeft geholpen met de eerste keer met de kids van de grote piste te gaan. En daar hadden we gewoon weer mee afgesproken. We hadden niet specifiek les, maar we hadden gewoon weer gezellig met hem afgesproken. Net voordat hij met zijn lessen start. Zijn lessen weer, die hij hier geeft. Daarvoor waren we ook al iets te laat. Toen kwam de buurman te hulp met zijn auto om mij en Luan en Lucilla naar de piste te brengen. Hadden we Lester daar gezien en konden we nog net 1 keertje met hem van de piste af. En daarna ben ik met de kids verder gegaan, want toen moest hij ook weer gewoon zijn lessen gaan geven. Toen ben ik nog met de kinderen een paar keer van de piste gegaan. Maar op een gegeven moment werd het beneden best wel weer druk bij de liftjes. Op het laatst stonden we misschien nog 20 minuten te wachten dat we weer naar boven moesten. Dus toen zeiden we van, toen waren de kids ook moe. En hadden we ook al best wel vaak waren we van de piste afgegaan. En toen gingen we net de lift eindelijk naar boven. Ja. En toen gingen we daar foto's maken. Maar die was helaas leeg. Dus ja. Dat is ook jammer. En we hadden ook geen bereik. Nee, ik wou nog leuke iPhone-foto's maken voor Instagram en zo. Toen gingen we maar toen hadden we geen iPhone meer. Van de rode. Toen moesten we van de rode piste. Ja. Waarom moesten we van de rode piste? Want we zijn beneden en papa die brengt altijd ons eromheen. Ja. Maar dat kan we niet, want toen was papa weg en toen dachten we, dan moeten we van de rode piste. Ja. Anders moeten we hier echt daar blijven staan. Ja. Nou, toen ging ik van de rode piste. Ik vond het vet eng. Ja. Maar toen we een beetje omlaag waren, dacht ik, oké, het valt mee. Waarom vond je het eng dan? Wat vond je eng? En de rode piste? Dat steile gevoel, dat je dan... Ja. Oeh, ja. Echt zo. Het is heel hoog, hè? Je ziet heel stel naar beneden gaan. Je ziet allemaal mensen zo eraf skiën. Nou, toen gingen we even onze schoenen aandoen. Gingen we helemaal lopen met alle skis en spullen. Naar de restaurant. Gingen naar de balie. Want toen was de iPhone leeg. Dus toen kon ik. Dus ging bij de receptie even bellen. Maar papa die neemde toen niet op. Nou, en toen lieten we de spullen maar bij de receptie. En gingen we helemaal hier naartoe lopen. Ja. Dus het was best wel een beetje echt spannend. Ik heb er wel hoofdpijn van gekregen. Ach, jongen. Nou, we gaan nu gewoon lekker chill aandoen. We zouden eigenlijk vanmiddag ook nog naar de mijnen gaan. Er zijn hier hele mooie mijnen om nog te bezoeken. Maar papa zegt, ik durf niet met de auto nog te rijden. Omdat sowieso de accu doet het niet echt goed. En we hebben niet goede winterbanden. En we hebben de sneeuwkettingen, die passen er niet op. Dus hij heeft zoiets van, ik ga nu niet rijden. Maar wat is nou sneeuwkettingen? Dat zijn een soort grip om de wielen heen, dat die niet uitglijdt. Een band is heel glad. En als je daar kettingen, van die dikke, zware kettingen omheen doet, dan heeft hij meer grip in de sneeuw. En dan glijden de banden niet zo uit. Dat zijn sneeuwkettingen. Sneeuwkettingen. Om de banden. Ik dacht een ketting... Nee, niet een ketting, maar voor om de banden een ketting, zeg maar. Dus de mijne die gaat vandaag helaas niet door. Maar goed, we hebben wel weer hartstikke leuk geskiet vandaag. Ja. Terwijl we niet echt les hadden. Maar wat wel is lekker, de mijne? Mijne, dat zijn grotten waar ze vroeger steenkool uithaalden. Weet je wel, dan ga je naar beneden toe in de mijne. Dat is ook wel heel erg leuk.
Maar misschien dat we een ander keertje doen of zo. Van, ja. Want we hebben nu, zijn ze best wel moe geworden van het hele avontuur. Ja? Wat weet je? Ja, nou, maar weet je, nou eigenlijk, als papa niet had gereden, ja? Dan was dit allemaal niet gebeurd. Nee, dan hadden we het hele avontuur niet meegemaakt. Nee. Nou, papa die wil de laatste sneeuwbal even aan jullie laten zien. Volgens mij, wow, ze hebben echt een mega sneeuwpop gemaakt. Zo, jongens, hé. Je zit hem Ik zit super in verhouding. Als hij maar blijft staan, ze gaan er nog een hoofd bij maken. Nou, derde etage. Het houdt niet op met die sneeuwpop. Ze worden vier etages. Hé, Lucilla, ben je dan niet moe van het hele ski gebeuren? Nee. Lucilla, ga maar door. Vind je dat zo leuk, schatje? De sneeuw wel, hè? Ah. Heb je ook gezien hoe mooi die bomen zijn? Moest je kijken daar. Het ziet er echt super mooi uit. Oh, echt? Nee, echt? We hebben het al gezien. Oh, wauw. Oké. Nou, doe snel de deur weer dicht. Ja, liefie. Zit je verstopt? Waar is Luxie nou? Hè? Daar is Luxie weer. Ze loopt hier over het randje. Daniel die vraagt om oogjes en neus en handjes voor de sneeuwpop. Nu heb ik geen wortels meer. Maar nog wel dit. Kan je hier wat mee, Daan? Wat zijn de twee ogen? Oké. Een neus. Dit zijn de armen. En de armen. Heel goed, Sil. Ik zie het. Een heel apart neusje. Een apart neusje. Nog een oog. Nou, zullen we op de foto gaan met meneer de sneeuwpop? Ja. 1, 2, 3. Dat was de neus. Precies op tijd voor de foto. Snel naar binnen, Sil. Zo, lekker in de sauna. Papa die is nog even lekker de piste op. En wij zijn hier lekker aan het chillen. In de sauna. In de sauna. Zullen we even wat water op de steentjes doen? Ja. Ja, dan is hij lekker warm, hè? En dan pakken we hier wat water. En moet je luisteren. 1, 2. Mag je nooit alleen doen? Nee, dat mag je niet alleen doen. Dat mag alleen mama doen. Ja? Samen. Nou, gaan wij nog even lekker chillen in deze heerlijke warme sauna. En Luxie staat ook lekker in de sauna, schatje. Vind je het lekker? Ja. Ja, lekker bij de deur. Wie was jouw bijtje? Ja, dat is bijtje. Terwijl wij hier nog even lekker gaan verder chillen in de sauna, Daniel nog even lekker zijn rondjes doet op de piste, sluiten we de vlog weer af van vandaag. Vond je het een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog, want we gaan niet naar huis. Gaan we morgen weer skiën? Ja! Tot morgen! Ja? En we gaan nog morgen in het zwembad. En we kunnen ook nog naar het zwembad, ja. Ja, maar ik wil niet meer op die zien. Nee, dat bewaren we tot morgen. Ja. Goed? Oké, tot morgen. Doei! 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 Volg je hart, boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem mee. Geniet je echt het mee.